Zie nog in voor de geestelom. Fusilier, je geweer. Kom dicht, Bouvier. Poetsen. En let voortaan op waar je loopt. Sekarandinas. Jangan banyak tingkah. Hey, Pantang. Mari, Pantang. Mari, 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 Pantang. Banyak kerbau yang paling bagus di desa kita. Katanya dia tidak begitu pandai membajak. Ini kerbau istimewa, ada pusar kembar dalam bulunya. Apa ia punya kesaktian? Bagus, bagus sekali. Rustig, daar zorgen wij wel voor. Morgen. Druk. Wat dacht je? Midden in de pluk. Dan op voor een paar gulden. Koffie duur. Salut. Kau takut pada serdadu itu? Tidak, Ayah. Kau jangan takut. Lihat abang. Dia juga tidak takut. Harimau! 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 Harimau!
Tiga! Tiga! Lari! Lari! Ada pusar kembar dalam bulunya. Aku akan mengobati kau dengan obat yang mujarab. Aku udah berani kamu menolong. Iya, kebetulan kita liwat. Dilawan terus sama Bu. Kita semodel Raja Sawa. Jangan. Lebih baik beri nama dia pahlawan. Kan lebih bagus. Tapi kamu tahu waktu kita. Bupati tidak senang pada kalian. Kalian belum memberikan pundutan padanya. Itu haknya. Juragan, kami punya ayam dan beras. Kami akan mempersembahkannya. Ayam, beras. Apakah itu pantas? Kalian mau bikin malu bupati? Juragan, kami tidak punya apa-apa. Tidak punya uang, apapun tidak. Betul. Itu apa? Juragan, kalau tidak ada kerbau lagi, bagaimana saya membajak sawah? Apakah kalian ingin bupati malu di depan rakyatnya? Sini, sini. Kasih, serahkan kerbau itu. Cepat, cepat. Ayah. Cepat serahkan. Saja. Kembalikan si pantang. Kembalikan. Kembalikan. Zijn onnaspeurlijke wijsheid heeft aan een land, klein van omvang, maar groot en sterk, door de kennissen Gods, macht gegeven over de bewoners dier gewesten, opdat zij door het evangelium gered worden van de straffen der helle. Gemeente, ik wil u noemen de plichten die wij hebben ten aanzien van de miljoenen en miljoenen afvallige schepselen Gods die de eilanden des Indische Oceaans bewonen. In de eerste plaats het geven van ruime bijdragen in geld voor de zendingsvereniging. Ten tweede, het ondersteunen der Bijbelgenootschappen om Bijbels op Java uit te delen. In de derde plaats, het schrijven van preken en gezangen geschikt om door soldaten en matrozen aan de Javanen te worden voorgelezen en voorgezongen. Want, geliefden, God
is de god van liefde. En daarom is Nederland uitverkoren om van die rampzaligen te redden wat er te redden is. Wat wilt u toch? Ik dacht een oude schoolkameraad te herkennen. Koffie. Ik ben makelaar in koffie. Last. Last. Ik heb me vergist. Last, dat is de naam niet. Pardon. Ik ben meneer Droogstoppel. Batavus Droogstoppel. Last & Co. is de firma. Makelaars in koffie. Lauriergracht 37. Droogstoppel. Herken je me niet meer? Kijk me eens goed aan. We hebben samen op het gymnasium gezeten. Oh ja. Ik heb jou nog eens gered van een pak slaag op de kermis. Ik geloof het toch niet. Ach, natuurlijk wel. Havelaar. Max Havelaar. Ja, ja, ja. Hoe laat is het? Ik moet toch naar de beurs? Naar huis. Ik heb geen horloge. Meer. Oh. Ja, ik groet u. Ik ben in Indië geweest en ben getrouwd op kinderen. Ik kan mijn vrouw en kinderen alleen niet alles geven wat ze nodig hebben. Mij wel, schat. En daarom wou ik u wat vragen. Van jongs af aan schrijf ik al. Dagelijks. Stukken. Versen. Het is de moeite waard wat ik zeg. Ik wil gelezen worden. Maar ik heb momenteel het geld niet voor het drukloon. En daarom... Wilt u niet borg staan voor een eerste uitgave bij een boekhandelaar? Ik een boek? U mag de stukken zelf uitkiezen. Hier. Al die gekheid, verzen. Maar koffie. Er zitten ook stukken bij over koffie. Oh. Bastiaat, hier. In dat geval zal ik zien wat ik kan doen. Over koffie. Die Droogstoppel. Ik wist wel dat jij me zou helpen. Als u me nu loslaat, dan kan ik daar binnen om te lezen. Natuurlijk, natuurlijk. Over een paar dagen kom ik weer langs. Zo, ben je daar? Hoe was de preek? Avond. Dag, papa. Dag. Wat ruikt u lekker fris naar kou? Ik geloof dat ik een boek ga uitgeven. Schrijven. Over de koffiecultuur. Maar Batavus. Ja, kom. Ja. Ik heb toevallig zelf wat gegevens verzameld die belangrijk zijn voor makelaars in koffie. En
Wat belangrijk is voor makelaars in koffie, kan belang hebben voor de scheepsrederijen, de koopvaardij, de minister van Financiën, de pasteibakkers, de groothandelaars, de molenaars, de slagers, de dominees. En voor de aandeelhouders van de Nederlandse handelmaatschappij. En alle anderen ook. En waarom niet? Voor de koning. Ja, voor de koning vooral. Batavus, wat onhandig. Kijk nou eens wat een rommel. Over het tegennatuurlijke van schoolinrichtingen. Wil ik wel eens lezen, pa? Wat een gek stuk. Over de kuisheid als uitvinding. En dit. Over de onzedelijkheid van het huwelijk. Dat is niks voor kleine meisjes. Marietje, ga ogenblikkelijk naar boven, naar bed. Maar ik help toch? Geen gemaar. Naar boven. Schiet op. Over het recht van opstand bij onderdrukking. Over pedanterie. Alsjeblieft, pa. Over slavernij in Europa. Over de schoonheid der vrouwen te Niemen te Arlen. Over de ouderlijke macht. Frits, dat is voor jou. Jij kan toch... Gaal. Over de prostitutie in het huwelijk. Prostitutie in het huwelijk. Die smeerlapperij wens ik niet te lezen. Dat wil ik niet in mijn huis begrijpen. Smeerlapperij. Over de koffiecultuur te Benado. Over de prijs van de Java-koffie. Over de misdaden der Europeanen buiten Europa. Over de koffieveilingen der Nederlandse handelmaatschappij. Tuhan selalu menuntut banyak dari rakyat. Terlalu banyak pajak. Terlalu banyak kerbau. Terlalu banyak pekerja. Apakah saya menuntut lebih banyak dari orang Belanda? Rakyat bekerja untuk saya karena adat. Tapi mereka juga membangun rumah penjara-penjara dan jalan-jalan. Mereka bekerja di kebun-kebun kopi dan kebun-kebun tebu. Berapa upahnya? Mereka tidak mendapat apa-apa dari Belanda. Itu soalnya lain. Itu sama saja. Saya memperingatkan Tuhan. Thank you.
Mereka berkeliling dari satu tempat ke tempat lain dan bersedia mengadakan pertunjukan khusus untuk Yang Mulia. Saya merasa mendapat kehormatan karena saudara muda saya berusaha untuk menggembirakan saya. Menantu saya mengetahui bahwa mereka ada di sekitar sini. Pertunjukan ini adalah gagasannya. Mungkin Paduka Yang Mulia ingin bertemu dengan salah seorang untuk menyampaikan pujian. Sesudah makan, berduaan. Saya? Berduaan? Ya. Tidak. Tidak. Mereka pasti terlalu capek. Terlalu capek. Tuan. Tuan. Pierre. Pierre. Kenapa? Ada apa? Apakah ia tiba-tiba sakit, Nyonya? Apakah Nyonya ada waktu ia jatuh sakit? Tidak. Ia makan malam di rumah Bupati. Ia ingin membicarakan suatu soal yang penting. Oh, begitu. Ia sudah sakit waktu pulang. Masuk. Ik hoorde dat meneer ernstig ziek is. Kom, Duclari. Niet zo somber. Bagaimana, dokter? Gawat sekali, Nyonya. Saya sudah peringati suami Nyonya. Waarvoor? Zijn leven. Heel ernstig. Panggilkan anak-anak.
Rustig. Het is stukken. Goed, goed. Het is goed, meneer. Ambil air, Tuan harus dimandikan. Kami turut berduka cita, Nyonya. Apa sebab kematiannya? Limpanya. Tiba-tiba bengkak. Itu tidak benar. Dia sudah bertahun-tahun mengeluh tentang limpanya. Itu Tuan yang mengatakannya. Memang. Dan itu yang akan saya laporkan. Nou ja, kom jij er ook maar bij, hoor. Er is genoeg voor iedereen. Iedereen. Oh, meneer heeft geen trek. Jij wel, hè? Goedemorgen, excellentie. Heeft u prettig gewandeld? Prachtig. Elke ochtend weer. Ik zal het missen. U kunt het jongens laten komen. Wat belangrijk? Dat
dat heeft de handelmaatschappij dan toch maar gedaan. Alsjeblieft, mutaties van de rekenkamer. En dan is de assistent-resident van Lebak overleden, een week terug. Ach jee, zo ineens? Acuut leverabces. Alsjeblieft, de doktersverklaring. Dat is tragisch, hè? Had die familie? Een Indisch vrouwtje. Wat zielig genoeg is voor de 5 kinderen. De 6e op komst. Dit dwingt ons een opvolger te zoeken. Hebt u suggesties, heren? Nee. Ga je gang, de Waal. Ga je gang. Ik stel voor dat uw excellentie overweegt Havelaar te benoemen. Het is een buitengewoon bekwaam ambtenaar. Hij heeft 13 dienstjaren en heeft al meerdere belangrijke posten bezet. En hij is familie van meneer de Waal. Dat staat daar buiten. Havelaar is niet voor het binnenlands bestuur opgeleid. En Lebak is een moeilijk en straatarm gebied. Maar Havelaar is aan promotie toe. Niet daarheen. Daar hoort hij niet. Het is geen echte ambtenaar. Bovendien houdt hij niet voldoende afstand tot die zwarte liplappen. Ik geloof niet dat uw opinies de mijne zijn, meneer Hendrik. Ze vecht om het vuil. Zal ik er een paar schieten? De gezinus gaan opvreten als ze gewond zijn. Hé! Toe, Max. Arme beest. Doe mij geen plezier mee. Papa, zullen we gaan spelen? Ja, verder van je. Kijk. 1, 2. Abort. Goed zo, braaf. Nou jij, pak het dan. Pak het balletje. Ja, gooi maar. Papa, nou ik. Ja, doe. Gooi maar. Wat doe je nou? Pas op. Hou tegen. Nou verdrinkt hij. Mooi. Niet huilen, schat. Doe nou. Hij kan toch zwemmen. Kom maar, lieverd. Hij zwemt al naar land. Je moet niet liegen. Max, wat ga je doen? Nee, je bent gek. Nee, doe Max. Pas op. Daar je. Zoiets, Max. Zo'n verantwoordelijk. Mari.
Hakske. Het is de dag. Het is nutteloos. Bravoer voor niks. Kijk eens hoe blij Hakske. Ja, dood kunnen zij, Max. Die haaien. Ik dood? Nee. Ik heb nog te veel te doen in Indië. Iets reusachtigs. Ik heb een opdracht. Dat is het doen. Maar weten de haaien het ook? Hier. Verdeel dit onder je mensen. Ze hebben goed geholpen. Ze hebben het verdiend. Wat geef je nou? Dat kunnen we niet missen, Max. Dat is te veel. Voor mijn leven? Hey, heb jij die wel eens eerder gezien? Ja. Ze werken allemaal op elkaar. Dan kan jij niet kijken. Kennen jullie dan niks, stomme honden? Hé, Tjepak, Tjepak! Godverdomme! Een hele bal koffie naar de kloten! Monjet, monjet, palas, schiap! Lul! Kom voor niet toe koppie, dan zij het lagen niet toe karoen! En Tjepak! Amigranjam, dan kom voor niet toe koppie! Tjepak! Denner! Denner! Lie had saaien! Kijken, verdomme! Kijken! Juma separo harga satya! Kamu musti bayar kirugian! Semua musti bayar! Semua musti bayar! Is dat begrepen? Ja! Teruskan, Pekerjan! Chip up! Terus! En zo is dat. Terus, Pat. Zonder ons komt er van dit hele land niet één bliksem terecht. Het zijn net kinderen. Geen verantwoordelijkheidsgevoel. Djangas! Slokkie. Laat het hier maar door. Meneer inspecteert. Meneer. Meneer. Ja, ja. Kijk hem eens. Doe maar. Dat zit je niet mee, hè, jongen. Te glad. Denk dat lel wel. Wat een verbeelding. Mij zet ze niet voor gek. Kunt u dat nou doen? Wij blanken moeten toch solidair blijven? Als blanken! Dat moet. We moeten solidair blijven. Je kunt me toch niet laten afgaan voor het front van die zwarte apen? Zeg dat nog eens en u krijgt de bering. Stop! Niet doen! Lak! Niet doen! Niet doen! Verraaier! Hoe je luitenant? Los! U wilt er niet vechten waar zij bij zijn. Apenvriend! Als de luitenant denkt dat het te regelen valt, dan kan dat op zijn Europees. Waar en wanneer u wilt. Tja, tja.
U houdt zich niet aan de regels. Waar zijn uw secondanten? Ik had geen zin om anderen zo vroeg uit hun bed te halen. Omdat een paar kinkels zich niet weten te gedragen tegenover de bevolking. Nou. Kom op, luitenant. Durft u niet. De regels zijn de volgende. Wie het eerst een tegenstander verwondt dat het bloed, heeft de garantie van de tegenstander het conflict als afgedaan te beschouwen. Ré! Ja! Vergeten naar de kapper te gaan, luitenant. Zal ik er helpen? Luitenant! Kalm. Laat me je helpen. Voorzichtig. Is het erg? Ga zitten. Ga zitten. Kalm. Dokter! Rust. De dokter zal je helpen. Rust. Stil, rustig maar. Het wordt er minder. Nanti Tuhan akan mendengar kalian. Maaf, saya terlambat. Terlambat? Saya sudah sortir, Tuhan. Surat-surat permohonan, pengaduan, surat lelang, kepolisian, cukai. Tuan dalam baik, ya. Aku kembali untuk mencari keadilan untuk anak saya. Ya, Tuan memang sangat adil, Tuan. Dan aku kembali untuk mencari keadilan, ya, Tuan. Dan aku memang... Tina! Memang kembali sebetulnya... Tina! Tina! Max! Wat is er? Je bent gewond. Nou, laat. Poeske, zeur niet. Er is niks met me. Hier, lees. Lees. Van de gouverneur-generaal. Wat staat erin? Mijn nieuwe benoeming. Oh, Max, ik wist wel dat mijn zwager een goed woordje voor je zou doen. Nou, je kon je wel eens vergissen. De gouverneur doet niet zo'n vriendjespolitiek. Nee, natuurlijk niet. Waar gaan we heen? Java. Oh. Le Bac. Oh. Maar dat is arm. Straatarm. Misschien handel. Er zijn geen cultures. Dat is niks. Daarom juist. Maar daar moet we alleen van je salaris leven. In Le Bac krijg je toch geen percentage van de winst van de handelmaatschappij? Goed. Misschien krijgen we het een paar jaar schraal. Maar waarom denk je dat de gouverneur mij heeft benoemd? Gewoon ambtenarij, je bent aan de beurt. Le Bac is de moeilijkste post op Java. Het is een proef. Als ik daar orde op zaken stel, staat alles voor me open. Raad van Indië. Op den duur, gouverneur-generaal. Denk je? Absoluut. En wat zal ik dan niet allemaal kunnen doen? Nee.
Ik ben uitgekozen. De gouverneur heeft grote dingen met mij voor. Dat zul je zien. Mijn naam Poel. Ja, dat is het. Dank je wel. Dat moet je op naam van. Hoe gaat het? Dames en heren. De gouverneur-generaal. Onze zwager. Zo. Aardig met u. Havelaar. Prettig u te ontmoeten voordat u naar de bak gaat, hè? Mevrouw. Ah, mevrouw, hoe gaat het? Excellentie. Mijn vrouw zou het prettig vinden u te ontmoeten. Mag ik u voorgaan? Gaat u mee? Van de bak, nietwaar? Deze kant de trap af. De commandant zal u wijzen. Dank u. Commandant, aan genoegen, meneer Havelaar. Dank u. Dat is prachtig. Hè? Prachtig. Die zal ik nog het meeste missen. Die tuin. Inderdaad. Fascinerend. Het is bijzonder vriendelijk. Maar de ontvangst, de gasten zijn er toch voor u? Ach, er zijn zoveel belangrijke zaken, meneer Havelaar. Wilt u? Als u niet vermoeid. U wordt dus de opvolger van die arme slotering. Tragisch, hè? Zo jong. En dan die kinderen. En zijn vrouw. Een inlandse. U
U schijnt met de inlander nogal veel op te hebben, meneer Havelaar. Ik probeer ervaren te zijn. Dat wordt niet altijd gewaardeerd. Maar anders dienen dat ik tot nu toe heb gedaan, kan ik niet. Ja, ja. Dat waardeer ik. Het is niet juist dat alle voordelen naar Europa gaan. En dat voor de inlander niks overblijft. Het zijn mensen zoals wij. Met dezelfde aanleg. En met dezelfde bestemming. Wij zijn het niet alleen. Hun regenten hebben ook schuld. Hier, op Java, is soms hongersnood. Lebak is een moeilijke post. U heeft de regent van Kendal verbannen. U kent de stukken blijkbaar. Hij was een afperser. Dat is jammer. We moeten door. Er is nog heel veel te doen. Over een paar maanden ga ik met pensioen. Het is jammer dat ze de grote bosweg niet tot hier hebben doorgetrokken, meneer. Er zijn er duizenden koeien. Ondanks elke tegenwerking. Bij omgekomen. Is het toch maar gebeurd? Een prachtig stuk werk. Ik bewonder de maker. Tuan, kereta terperosok ke dalam lumpur. Cari orang-orang untuk menariknya. Ik heb vluchtelingen gezien. Wel 50 en ze gingen dikkeld op weg uit Lebak. Oh. Maar het is toch vreselijk, meneer? Ach, aan alles zitten twee kanten. Die Lebakkers trekken naar een andere streek. Er is meer werk. Daar zijn ze waardevol. Bruikbaar. Een lijk. Een lijk? Doe maar. Vermoord. Is het geen stuk hout? Het is hier rustig. Wie zou hier moorden plegen?
Laat het buggy toe en raden naar die patty. Is die gekke nog niet? Je had je uniform wel eens kunnen aantrekken. Zeg, ben je nou helemaal? Havelaar is jouw baas, niet de mijne. Tjop, maar ik kan dat dan. Daar zijn ze. Nou, de groeten. Lamatsia, Tuan Raden Adipati. Saya gembira sekali bertemu dengan Tuan Residen. Tuan Havelaar, inilah Bupati Lebak. Tuan Adipati, saya berkecil hati kepada Tuan. Karena Tuan datang untuk saya, mengapa Tuan begitu bersusah payah? Saya ingin sekali segera bertemu dan bersahabat dengan Tuan Asisten Residen. Tapi pangkat Tuan. Dan usia, Tuan. Dan naik kuda pula, Tuan. Demi pekerjaan dinas, saya masih tangkas dan kuat. Tuan Adipati sangat. Baiklah, baiklah. Tapi ada batas. Rajin. Baik, baik. Tapi Tuan ikut dalam kereta pula. Baik. Kasih tempat buat Tuan Adipati. Dan Tuan Kontelier. Heeft de regent altijd die dienstijden? Hij is kras voor zijn jaren. Hij wil graag een goede indruk op u maken. Ik heb veel goeds van hem gehoord. Mm-hmm. En dat is zijn familie zeker? Zijn er nogal wat? Hij moet ze onderhouden. Allemaal. We moeten maar wat consideratie met hem hebben. Beveel me zeer aan op uw medewerking. De strik is arm, niet? Ja. Prachtig. Nou, prachtig. Dan is er veel voor ons te doen. Ik hoop hier lang te blijven. Meneer? Ini Tuan Jaksa. Max, kijk eens. Wat een heerlijk huis en die tuin. Dat is echt iets voor jou om buiten te zijn. Zullen we ons nu voor de eedsaflegging, zoals u wilt, meneer, gaan klaarmaken? Dan kan ik terug. Desnoods over een half uur. Naar Sarang. In groot tenue. Omdat ik het zo druk heb, mevrouw. Daar gaat hij, hou je vast. Hopla, hopla, hopla. Kom, schat, wat lezen. Oh, Max. Het wordt prachtig met al de nieuwe meubels uit Batavia. Prachtig. Maar nu eerst. Mijn uniform. Ja, doe iets aan me. Pas op, schat. Snij je niet. Prima, Cassie. Nyonya siapa? Tiga! Berdiri, Paul! Apakah Nyonya akan ke rumah Bupati? Makan. Nyonya akan sendirian di sana? Tidak. Kami semua ke sana. Ada upacara resmi. Oh, semuanya. Tiga! Nyonya!
Nyonya ini siapa ya? Saya tinggal di pekarangan Nyonya. Saya Nia Slaughter. Tina! Vanwege en in naam des konings. De gouverneur-generaal van Nederlands-Indië doet weten dat tot assistent-resident van Lebak is benoemd M. Havelaar. Zo wordt een iegelijk bij deze gelast hem in voorgeschreven kwaliteit te erkennen naar behoren. Ik zweer gehouw en getrouw te zijn aan zijn majesteit de koning der Nederlanden. Dat zweer ik. Ik zal stiptelijk opvolgen de wetten en bepalingen die gegeven zijn of gegeven zullen worden. Dat zweer ik. En ik zal de inlandse bevolking beschermen tegen onderdrukking, mishandeling en knevelarij. Dat zweer ik. Zo waarlijk helpe mij God almachtig. Papa! Papa! Hey, jij mau ambil kue? Iya. Lihat, pusatnya dua. Iya. Ada apa, Tuan Demang? Anak Tuan pusarnya dua, seperti putra raja. Oh ya? Dia akan ditakdirkan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan besar. Het is spijtig, meneer. Ik heb het nu eenmaal. Jammer. Druk, mevrouw. Ik ga. U bent altijd welkom bij mij. Erg vriendelijk van u. Thuis. En wij zullen nog genoeg. Dat staat vast. Corresponderen. Ankat Kepalamu.
mijn kassie. Je bent ook veel te druk geweest vandaag. Het is nogal wat, die verantwoordelijkheid. En Maxje? Slaapt als een prins. Koningskind. Nachtwacht. Schieten. Zit in het water bij het ravijn achter de rozen. Dus je hebt alles alweer verkend? Voor Maxje. Kom je? Nee. Ik heb de stukken van Slotering laten klaarleggen. Stukken waaraan hij werkte toen hij stierf. Maak het niet te laat. Tuan Jaksa, tentu ada sesuatu yang penting untuk disampaikan di malam selarut ini. Tuan mau membaca surat-surat Tuan Slotering yang malang. Itu surat-surat mengenai pemerasan dan pembunuhan yang dilakukan oleh kepala-kepala. Kalau Tuan mau, saya bisa mendatangkan saksi-saksi. Dan bupati bagaimana? Saya menghargai kerajinan Tuhan. Saya tidak mau tahu apa yang sudah terjadi. Tapi mulai sekarang adalah tanggung jawab saya. Kalau kepala-kepala melakukan kesalahan, saya akan menegur mereka. Di Sulawesi dan Sumatera, saya memetakan pemberontakan dengan tenaga kata-kata. Percayalah. En meneer, de stukken? Erger dan ik dacht. Tuanku Raden Adipati, Bupati Batan Kidul, dan sekalian para Raden Demang yang menjadi kepala di daerah ini. Tuan Raden Jaksa yang menjadi kepala polisi, dan sekalian Raden-raden, mantri-mantri, serta sekalian kepala-kepala di daerah Banten Kidul
Trimala Salam Saya. Saya tahu di antara tuan-tuan ada yang unggul dalam ilmu dan kebaikan hati. Saya harap pengetahuan saya akan bertambah dengan ilmu tuan-tuan. Saya membaca banyak hal-hal yang baik di Banten Kidul. Rakyat tuan-tuan memiliki sawah-sawah di lembah-lembah. Dan ada pula sawah-sawah di gunung-gunung. Dan tuan-tuan ingin hidup damai. Tapi saya lihat bahwa rakyat tuan-tuan miskin. Saya merasa gembira karena Tuhan mengutus saya ke tempat di mana pekerjaan masih banyak lagi. Orang lain tidak mengerti kemiskinan kita. Sebab di negeri ini ada ladang-ladang. Dan hujan pun ada. Di banyak tempat tanah gembur dan subur. Satu biji padi yang ditanam akan menghasilkan satu batang padi. Namun demikian kita miskin. Bukan karena Tuhan menimpakan bencana kepada kita, sehingga kita harus berkata, demikianlah kehendaknya. Kepala-kepala negeri Lebak, negeri kita miskin karena banyak kesalahan yang kita lakukan. Karena itulah orang-orang kita meninggalkan negeri ini dan pergi bekerja ke Cikandi, Bolang, Kerawang, dan Batavi. Karena itulah orang-orang kita mengembara di seberang lautan, di Lampung, dengan keris dan kelewang serta senapan. Dan di sana mereka mati dengan cara yang menyedihkan. Sebab di sana ada kekuasaan pemerintah yang menumpas orang-orang yang memberontak. Berikan teh. Dat zit ze niet lekker. Ze drinken niet. Weet je dat er hier misbruik is gemaakt van gezag? Je had dat moeten weten. Weet je dat de regent zijn sabas laat bewerken door het volk? Zonder betaling. Je had dat moeten weten. Het volk moet werken als lijfeigenen voor de regent. Veel meer als ze toegestaan. Wist je dat? Waarom heb je er niets tegen gedaan? Dat is me nooit gezegd. Je bent wel fatsoenlijk, Verbrugge. Maar je bent bang. Baginda Raja Adil. Tapi tempatnya jauh. Gubernur Jenderal Adil, tapi tempatnya jauh. Tuan Residen Adil, tapi tempatnya pun jauh. Maka siapakah akan menghukum orang yang menjual? Hukum karena uang yang merampas kerbau dari orang miskin. Yang menjual buah-buahan orang yang kelaparan. Saya ingin hidup damai dengan Tuhan. Anggaplah aku sebagai sahabat. Saya akan bersikap lembut
bagi orang yang tersesat. Sebab saya sendiri pun sering tersesat. Kelalaian akan saya cegah. Tentang kejahatan, pemerasan dan penindasan, saya tidak akan bicara. Itu tidak akan terjadi. Bukankah begitu, Tuan Adipati? Oh, tentu saja tidak, Tuan Asisten Residen. Hal yang demikian tidak akan terjadi di Lebak. Nah, Tuan-Tuan Kepala Batan Kidul, marilah kita bergembira bahwa daerah kita miskin. Ada sesuatu yang indah dapat kita lakukan. Dapatkah saya minta kepada Tuan Asisten Residen uang muka atas pembayaran pajak yang harus saya terima? Tuan Adipati tahu bahwa itu tidak bisa. Kom, Verbrugge. Niet zo lastig. Het is tegen de voorschriften. Betaal ik het zolang het eigen zak. En u weet wat zij nog gedaan. Hij had geen recht op dat voorschot, meneer. Recht. De regent heeft 100 familieleden, daar staan ze. Die hebben ook rechten op hem. Die plunderen de regent uit en daarom laat hij bij de bevolking weer weggaan. Uit nood. Als wij de hoofden goed betaalden, werd er van de armen niet gestolen. Itu asisten presiden yang baru. Orang bilang dia telah berpidato di depan kepala-kepala, memberi peringatan kepada kepala-kepala. Ah, itu omongan orang saja, tidak betul. Selamat siang. Tempat dari jauh? Tidak bekerja seperti yang lain-lain? Dan mengapa kamu pakai keris di tengah teman-temanmu sendiri? Kerbau saya mati. Saya mau tukar keris saya dengan kerbau lain. Kerisnya bagus. Ini keris tua?
Keris pusaka, ya? Kalau tidak ada kerbau, saya tidak bisa bekerja dan membayar pajak. Kerbaumu mati? Ya, Tuan. Baru saja? Ya, Tuan. Mati. Sebelum atau sesudah? Pidato saya di depan kepala-kepala lebak. Sebelum. Jauh sebelumnya. Ayo, jalan. Mengapa aku akan mengatakan yang sebenarnya? Kan dari dulu sudah begitu. Untuk apa? Aha, let op. Ja, echte Hollandse bloemkool. En op een diner met echte bloemkool. Iets anders dan bloemkool is er niet, alleen een omelet, als te zeggen. Zuinigheid. Een zoet omelet. Hebt u suiker? Anders laat ik die even bij mij halen. Nee, die heb ik. Van mevrouw Slotering. Een mager diner. Maar u moet het aanvullen met een verhaal. Ja, een verhaal. Vooruit, meneer. Ja, vertellen. En toen nou, Max. Je kan het zo goed. Jullie moeten eens in Frankrijk naar Arles gaan. Of Niem. Even naar Arles? We zijn hier op Java, Max. In Lebak. 6000 mijl hier vandaan. Nou ja. In Arles heb ik het mooiste gezien wat ik ken. Niets is zo mooi als een mooie vrouw. Wat anderen altijd ophemelen, stelt mij altijd teleur. Niagara, Schaffhausen, Tondano. Vervelend. Ja. Oude gebouwen, beelden, schilderijen. Vervelend. Ze staan stil. Ze zijn dood. Natuur, honger, denken, voelen is beweging. Daarom is een levende, mooie vrouw bijna het ideaal. Het is mevrouw Slotering, maar... Wat spookt die daar rond? Waar? Als je pas je man verloren hebt, heb je ook nog in verwachting. Poeske vraagt dan of ze hier komt eten. Dat heb ik al zo vaak gevraagd. Maar bij ons eten wil ze helemaal niet. Dat is mensenschuw, geloof ik, hoor. Alle vrouwen in Arles waren mooi. Alle. Je kon er niet verliefd worden. Want elke volgende verdroeg de vorige in je bewondering. Oh, Max. Ik geloof dat jij al je hart hebt gelaten. Voor een ogenblik. Want hun gezichten waren zo edel. Dat je je bijna schaamde een mens te wezen. En niet een vonk. Een gedachte. Nou. Maar God bewaar me. Eén heeft haar neus gesnoten. Hé, Max. Ik wist al dat je het weer zou kapot maken. Die was gewoon verkouden. Dat mag niet, met zo'n neus. Kita di tempat.
Amor. Kok hier zo op, hè? Onzin. Dan liepen ze wel weg. Mensen schuw. Ja, de paard! Ja, jangan lepaskan! Ada apa, Nyonya? Tidak baik marah-marah. Ada orang di pekarangan di dekat dapur. Dia mengendap-endap di sana. Barangkali orang itu tukang jualan. Tidak ada apa-apa. Ada orang... Tidak ada apa-apa. Dat is wat anders dan een pen vasthouden, Verbrugge. Wat een rust. Geen mens. Vraag eens waar ze zijn, Verbrugge. En bij de regent. Waarom werkt het volk hier? En niet met veld, zoals het hoort? De regent. De regent! Heeft hij recht op extra werkdagen? Nee, dat niet. Maak er een eind aan. Nou. Goed. Doe het zelf. Jalla. Meneer. Meneer. Aspera. Meneer, wacht. Alsjeblieft, kalm. Doet het er kalm aan met de regent. Waarom is het volk? Mengapa begitu? Banyak rakyat memotong rumput. Siapa yang memerintahkan tanpa izin saya? Saya yang memerintahkan. Dari dulu sudah begitu. Mami Havelaar, alle vorige assistent-resident hebben het toegelaten. Tuan tidak berhak memotong rumput di kebun Tuan. Dan karena itu, sama-sama terlantar. Dan karena itu, ada kelebaran di lebak. Saya minta Tuan menyuruh pulang. Orang-orang itu. Baik. Saya menyuruh mereka pulang. Tapi sekarang sudah sore. Kalau saya suruh mereka pulang sekarang, mereka toh tidak bisa bekerja lagi di rumah. Apakah mereka boleh menyelesaikan pekerjaannya? Stuurt u die mensen even weg. Ya, Michael. Stuur ze weg! Ik wacht op wat u doet. Tuan asisten resident menanyakan saya untuk menyampaikan sesuatu yang penting. Tuan asisten resident mengatakan bahwa kalian itu tidak usah melakukan pekerjaan ini untuk bupati. Karena itu, kalian boleh pulang. Oi!
Nah, sekarang Mas lihat saya. Ik lihat ya. Hoi. Nou sla ik hem naar de maan. Ah, daar. Mama. 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 Nangis kena kalah ya. Mari, kita main lagi. Mama. Mama. Is Maxie boos omdat hij niet kan winnen? Mama. Nou, lihat ada apa. Ina. Ada apa? Mama, mama. Wat is er? Wat is er? Een slang. Ada ular. Satu lagi. Cepat, lekas. Tuan, semua ular itu dari mana datangnya? Begitu tiba-tiba. Dari jurang jaksa. Di situ banyak rumputan. Tempat tersembunyi buat ular. Je markeert heus niks. Als ik er aan denk. Als we naar voortaan eens een kwartje betalen voor elke dode slang. Kunnen we toch niet betalen? Ze had hier overmorgen al 1000 gebracht. Dan kun je beter niet meer de tuin gaan. Blijf dan liever in huis. En mag je ook. Zo, kom jij maar mee. Bikin apa?
orang-orang itu di sini. Mereka datang untuk membersihkan kebun Tuan. Tapi saya kan tidak meminta mereka datang. Bupati, dia dengar ada ular. Saya tidak bisa membayar semua orang itu. Saya tidak akan memakai tenaga mereka. Katakan kepada menteri supaya mereka pulang. Rimpeltjes. Slimme ouwe rakkerdirigent. Selamat pagi, Tuan Adipati. Selamat pagi. Tuan Adipati, agaknya akan kedatangan tamu-tamu. Saudara sepupu saya, Bupati Bandung, membawa beratus-ratus pelayan, dan Bupati Cianjur juga membawa pelayan-pelayan dan orkes dan semua penari. Mereka mendapat pembagian dari hasil kopi. Mereka kaya. Saya tidak merasa terganggu kalau mereka meneruskan pekerjaannya. Tuan, bagaimana? Ketika saya pergi ke negeri Belanda, saya menjamu semua anak-anak piatu di Amsterdam sehari lamanya. Mahal. Bukan main mahalnya. Barangkali saya bisa menolong Tuan dengan uang untuk kunjungan itu. Hanya kalau saya boleh pinjam, saya akan menandatangani pinjaman itu. Baik. Baiklah pinjam. Saya mengerti kedudukan Tuan. Saya juga harus membantu keluarga saya. Mahal. Bukan main mahalnya. Belum pernah ada Tuan Asisten Residen berkata begitu kepada saya. Belum pernah. Saya akan suruh orang membawa uang. Bolehkah saya minta bantuan 60 orang untuk mengerjakan alun-alun? Itu sudah kebiasaan. Silakan. Een lening aan de regent. Zo, meneer. Ik kan hem toch niet zonder geld laten zitten? Tuurlijk niet, meneer. Hij wil het niet krijgen. Maar lenen. Trots, meneer. Die man werd geplunderd. Door zijn familie. Zielig, hoor. Jongens, zie je.
Wat is voor Kimi? Ik heb je naar de afkopen, hè? Rust is niet te koop. Ayah, apakah kerbau kita? Ini bagus. Tuan Demang, apa yang Tuan lakukan? Saya membeli kerbau, Tuan. Dengan membayar? Tanpa paksaan? Tentu saja, Tuan. Tanya saja pada mereka. Kamu semua sudah tahu bahwa saya sudah berjanji akan melindungi kamu sekalian. Jadi jangan takut. Kalau saya bertanya, apakah kamu menjual kerbaumu dengan sukarela? Kamu. Kamu menjual keris pusaka untuk membeli kerbau. Kamu juga menjual kerbau kepada Demang? Ya, Tuan. Dengan harga berapa? Mana Demangnya? Coba kasih lihat. Saya tidak melihat ada uang. Mana uangnya? Memang, saya tidak punya uang. Tapi Demang bilang dia akan bayar. Mungkin dua kali lipat. Saya percaya. Siapa yang tidak mau menjual kerbaunya, boleh mengatakannya kepada saya sekarang ini. Sekarang ini. Bangsat! Buka!
Buka pakai ini cepat. Lekas. Gerok dia. Medelijden. Met de regent. En met het volk. Als we de regent beter betaalden, werden de mensen niet zo geplunderd. Ook al zeggen ze van niet. Wat doe je daar tegen? Zachtheid. Tuan Jaksa. Sendiri. Malam begini. Dicurang. Orang-orang dari Badur. Mensen het ravijn. Klagers. Wees voorzichtig. Bagaimana? Kamu mau apa? Demang suruh potong semua kerbau. Nah, lalu? Dia kan sudah bayar? Dia tidak membayar, Tuan. Dia merampas semuanya. Mengapa tidak lebih banyak dan datang mengadu? Mereka mengambil pakaiannya dan tidak ada gantinya. Kerbau-kerbau itu dipotong untuk persediaan kunjungan tamu-tamu bupati. Bapak mereka harus mencari saksi. Tulis keterangan mereka. Saksi? Demang dan bupati, Tuan. Kami takut. Kamu tidak usah takut. Saya sudah bersumpah akan melindungi kamu. Kamu tidak akan dianiaya. Kamu akan memberikan kesaksian? Nanti saja kalau Tuan memerlukan. Baiklah, nanti. Dan saya akan bicara dengan bupati. Dengan lemah lembut dulu. Sakit.
Saya minta uang kerbau saya. Sini! Siapa dia? Dia datang untuk kerbaunya. Heerlijke thee. Ga je mee verbruggen? Ik zou dit graag even afmaken, meneer. Oh. Ah, Nonya Slotering. Nonya tentu suka minum teh dengan kami. Tidak, tuan. Tidak bisa. Sungguh tidak. Saya mau duduk di sini saja. Mari. Jangan selalu duduk di pojok saja. Apa yang kelihatan di sini, kecuali dapur? Papa! Kumei, Henry, kom! Ah, poesje heerlijk. Getrek. Silahkan duduk. Zo, wat staat op tafel? Mama! Nou, laten we eens kijken. Ik mag uit. Welke wil je hebben? Die. Dan krijg je die ook. Vorkje erbij. Mengapa nyonya? Tidak pernah masak di dapur kami. Max. Kan banyak tepat. Ah, Tuan Havelaar. Susah. Saya sibuk. Terima kasih. Een uitnodiging van de regent. Hij geeft een diner voor zijn bezoekers. Galapak. Jangan pergi makan malam di sana, Tuan Havelaar. Ah, tidak apa-apa. Ini jamu resmi. Jangan pergi, Tuan. Mengapa tidak? Orang-orang bilang, Tuan mencari saksi-saksi untuk menghadapi bupati. Ah, tidak. Itu omongan orang saja. Suami saya juga hendak melakukan yang demikian. Tuan tahu, bukan? Saya sudah baca surat-suratnya. Dia diracun oleh Demang dan Bupati. Tapi dia meninggal karena lever bengkak. Lever bengkak? Hari itu dia masih naik kuda. Tuduhan Nonya terlalu berat. Mengapa Nonya tidak ceritakan kepada residen? Residen dan bupati? Dan saya takut sama bupati. Is Slotering vergiftigd? Antwoord Verbrugge. Hij zou zeker vergiftigd zijn als hij hier langer was gebleven. Is het dan waar dat er gekneveld wordt in de bak? Nou! Ik durf niet. Schrijf dan op dat je niet durft. Waarom durf je niks te zeggen, Verbrugge?
meer zo half. Is het omdat je je zusters in Batavia moet onderhouden? Ja. Schrijf dat ook op. Waar gaan we zoeken daar dan? Ga je met de baan ook mee binnen? Kom, ga maar. Ja. Oh. Poeske lief. Ik klaag de regent aan. Zou je dat wel doen, Max? Kan dat? Ik heb bewijzen. Verbrugge heeft het aan zelf gezegd. Slotering is vergiftigd omdat hij bewijzen had tegen de regent. Vergiftigd? Ja. Het is hier gevaarlijk voor ons, zolang de regent vrij is. Ik wil dat je met Maxje naar Batavia gaat totdat alles achter de rug is. Dan blijf jij hier alleen. Doe het niet, Max. Dat doe ik niet. Wij eten en wij drinken samen! Oh, tidak ada orang-orang sudah pergi. Hati-hati! Itu dia! Kejar! Ya! 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 Jalan kaki.
Itu dia! Kalian dari sana, saya dari sini. Ada orang ingin bertemu dengan Tuan Asisten Residen. Saya panggil Tuan. Kamu datang sendiri kemari? Ya, Tuan. Ada satu tempat berlumuran darah. Mereka telah melemparkannya ke dalam sungai. Tuan Adipati, apa kabar? Sekiranya saya tahu Tuan Residen mau datang. Saya cuma mampir sebentar, tidak resmi. Saya mau menanyakan kepada Tuan.
Tuan Adipati. Apa keberatan Tuan terhadap asisten residen yang baru? Sama sekali tidak ada. Sungguh tidak ada. Apakah Tuan juga memerlukan uang? Saya bantu. Satu, dua, tiga! Duduk di sana saja. Sini. Meneer, de resident is uit zijn rang gekomen. Dat weet ik. Oh, wist u dat? Ja, het is belangrijk, Verbrugge. Of u op kantoor wil komen. Waarom niet hier? Gaat op de dienst, zei hij. Spijt me, Poeske. Die de band ten bok. Geheim. Spoed. Meneer Havelaar vraagt me het lijk van zijn voorganger op te graven, de demang van Parangkutjang gevangen te nemen en de regent af te zetten en bij mij gevangen te houden. Waarom heeft u uw chef niet afgeraden deze brief te verzenden? Omdat ik er niets van af weet. Ach, kom, een complete aanklacht. Echt niet. Zonder ruggespraak tussen u beiden? Nee, meneer. Heus. De controleurs van Brugge heb ik overal buiten gehouden. Meneer. De beëdigde verklaring dat de dokter geen vergif in het lijk van Slotering heeft gevonden. Natuurlijk niet. Het is zo goed dat de Europeaan het niet kan vinden. Als u het zo wil draaien. Waar beschuldigt u de regent van? De boeren worden geprest voor niets voor hem te werken. Ach, dat is aandacht. Ze zouden zich schamen als hun bezit verwaarloosd werd. Hij neemt hun buffels voor de slacht zonder te betalen. Ze zijn blij dat ze hem en zijn familie mogen voelen. Zijn ze soms ook blij als ze vermoord worden? Dat is een zware beschuldiging. Ik kan hem bewijzen. Ik heb een getuige. Mooi. Neem mee naar de regent. De getuige? Maar dat is levensgevaarlijk. Nee, daar sta ik voor in. Op mijn woord. Resident. Ik heb gezworen de bevolking te beschermen. Ik klag de regent aan en de man. Ik kom met getuigen. Maar niet met de regent. Mijn woord betekent niets voor u. Ik verzoek u dit in te trekken, meneer Havelaar. Meneer de resident, ik zal dat niet doen.
Er was een man, Adlase Orang Laki-Laki, die stenen hiel uit een rots. Yang Memahat Batu Daligonu. Zijn arbeid was heel zwaar. Pekertjaranya Amala Barat. En hij arbeidde veel. Dania Banyak Pekertja. Maar zijn loon was gering. Tapi Upahnya Sedikit. En tevreden was hij niet. Dania Tida Puas. En? Apa yang hendak dilakukan oleh residen? Dia tidak akan melakukan apa-apa. Perkara itu akan langsung kusampaikan kepada gubernur jenderal. Dia membenarkan aku. Itu sudah pasti.
het veilig? Beschuit uit blik uit Batavia en de suiker is altijd achterslot geweest. Goedkoop is het wel. Zo raken we onze schulden kwijt. En jij zult wel gauw resident worden. Ik wil niet weg uit mijn bak. Dat is ziek. Al jaren. Maar je kunt het toch helpen als je gouverneur-generaal bent? Lieve Max. Vervloekt. Wil jij ze zo lang laten hongeren? Weet je wat ze eten? Zand. Zand! Kun jij het eten? Zand. Als ze zeggen zullen later dat er zoveel moeders zijn gestorven door mijn schuld. Weet jij wat ik heb geleden? Zou die op zijn kantoor zijn? Niet op dit uur, lijkt me. Zo'n bezorg, gaat het hier om? Morgen, meneer. Goedemorgen, meneer. Ik wil u graag geluk wensen, meneer, met uw promotie. Mag ik me daarbij aansluiten, meneer Havelaar? Maar u wou toch niet zeggen dat u het niet wist? Staat in de krant. Assistent-resident van Ngawi. Haha, dat kost u een diner. Als u uw dienstcorrespondentie eerst had gelezen, in plaats van de krant, dan had u geweten dat de resident gelijk krijgt. Dat de regent onschuldig is. Dat ik hier oneervol word ontslagen. Godverdomme, dat hebt u niet verdiend. En als doekje voor het bloeden krijg ik de Ngawi. Geschipper. Dom geschikt. Hold it! Meneer. Meneer. Rangkas Bitung, 29 maart 1856, aan de gouverneur-generaal van Nederlands-Indië. Ik had de eer te ontvangen uw excellenties kabinetsmissieve van 23 dezer nummer 54. Ik zie mij genoodzaakt in antwoord op dat stuk, uw excellentie, te verzoeken mij te verlenen een eervol ontslag uit lands dienst. Max Havelaar. Oh, dank u.
eindelijk jezelf wil zijn. Slaan het in me. Ja, dat is iets. Slaan het in me. Sekarang kita pergi ke mana, Tuan? Ke Bogor. Ke Gubernur Jenderal. Dia seorang yang jujur. Dia ditipu oleh penasehat-penasehatnya. Saya mau bicara dengan dia. Dan dia akan membawa keadilan di Lebak. Tuan, bicara saja. Saya tidak bisa lagi. Saya mau berbuat sesuatu. Saya mau mencari kakak-kakakku yang sekarang sudah berada di Lampung. Di sana ada kekuasaan pemerintah yang menumpas kaum pemberontak. Ze zijn er voor jou. Di mana Adinda? Thank you.
moet maar niet zien. Meneer, uw vergunning? Het is in orde. U komt voor een audiëntie? Ja. Zijn excellentie weet ervan. Ik heb hem al 3 keer geschreven. Oh. Uw naam? Havelaar. Breng meneer naar binnen. Dank u. Wauw! Goddank. Wat ben ik blij. Ik dacht dat ik hem nooit te spreken zou krijgen. Havelaar, wat doet u hier? Recht. Ik zoek recht. Ik ben ontslagen. Gij hebt ontslag genomen. Goed. Goed, 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 goed. Maar dat zal zijn excellentie ongedaan maken. Ik kwam op voor de inlander. En hij denkt zoals ik. Het zijn mensen. Dat heeft hij zelf tegen me gezegd. Hij heeft een feitsfeer aan zijn voet. En kan niemand ontvangen. Mij wel. 10 minuten. Een half uur. Zelfs de directeur-generaal van Financiën ontvangt hij niet. Maar het gaat om mensenlevens. Opstand. Honger. Roof. Moord. Hij heeft de druk. Over een paar uur vertrekt hij naar Nederland. Daarbuiten worden 30 miljoen inlanders mishandeld, gekneveld, uitgezogen en vermoord.